Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de limited editie Summer Obsessed van Cartiz uittesten. Inmiddels ligt hij in de winkel al in de uitverkoopbakken, heb ik gezien. Maar hij is online nog steeds te koop. En de collecties gaan momenteel zo hard dat ik het niet helemaal meer kan bijbenen met het uittesten in een video. Maar deze wilde ik zeker nog graag uitproberen. Dus ik ga de producten laten zien en we gaan ze uitproberen. En dan laat ik weten wat ik ervan vind. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat zegt Cartiz zelf over deze collectie? Je zou op een beautybestemming landen en geïnspireerd worden door zonnige Griekse eilanden, compleet met blauwe luchten en warme zomeravonden aan zee. Deze make-up zou dan ook perfect zijn voor de zomer en bestaat uit glinsterende zongebruinde glow, fruitige zomerzoenlippen en levendige gekleurde nagels. Dus eigenlijk is dat wat ze erover te zeggen hebben, dat het echt wel een collectie is die heel erg geschikt is voor de zomer. Ze hebben een glowy face palette en die vind ik er zelf wel heel erg mooi uitzien met dat stikje eromheen. Dat geeft toch wel een soort van luxe, vind ik zelf. Ziet er heel erg mooi uit. Het is een palette met drie verschillende huidoplichtende kleuren met licht reflecterende pigmenten. Het zou een zijdezachte structuur hebben en een prachtig design. En zou perfect zijn voor de zomer en matchen met iedere huidskleur. Nou, je maakt hem gewoon open door deze los te halen. En dan heb je hier drie tintjes. Ze zijn een beetje baked. En hier staat dan in de deksel staat Saving the Environment Looks Good on You. Dus ik zal de zwartjes eventjes doen. Ik vind ze er wel heel mooi uitzien. Dit is de zwart. Ik vind niet echt glowy glowy. Ik zou het gebruiken als highlighter, maar ik denk niet van, oh, het geeft echt een heel erg glow effect. Maar dat gaan we zo meteen zien op het gezicht natuurlijk. Want ja, alleen een zwart, daar kun je nog niet zo heel veel over zeggen. Dan zijn er drie cushion sticks. En dit zijn bronzers. Zo zien de verpakkingen eruit. En ik heb hier de kleur 02, Sun of Mykonos. Dat is dus deze kleur. Dan hebben we de C01, Sun of Rhodos. En de laatste die we hebben, dat is de C03, Sun of Santorini. Dat is deze. Ze zeggen zelf dat dit een dupe alert is van de Charlotte Tilbury Cushion Sticks. Het is een innovatieve bronzing stick die gemakkelijk in gebruik is door de kussenapplicator. En hij zorgt ervoor dat je gemakkelijk de bronzer kunt aanbrengen. Je kunt de stick dus ook handig meenemen voor onderweg, zodat je altijd je make-up kunt bijwerken. Daar ben ik zelf niet helemaal mee eens met een cushion stick. Kijk, zo ziet die sticker dan uit. En hier komt het product dus uit. Dus als ik hem nu hier aan draai. Oeps, het vliegt zo op mijn vinger. Oké, kijk, daar vloog die zo mijn vinger op. Nou, dan gebruiken we die gewoon even als swatch. Even afvegen. Dan zal ik de andere kleuren er even naast doen, want hij vloog er gewoon uit. Kijk, die stick wordt wel heel lelijk, want deze die had ik per ongeluk al aangedraaid voordat ik hem ging doen. Aanbrengen. En dan moet ik eventjes kijken dat ik het goed op volgorde doe. Ik breng hem een beetje stippelend aan, want anders dan zit ik er echt helemaal onder. Want het wordt wel een beetje een mendetje anders. Zo. Even een beetje schoonvegen hoor, want anders wordt alles zo vies. Dit zijn dan de swatches. 1, 2 en 3. Het ziet er een beetje rommelig uit. Dat in die laatste kleur doet me ook denken aan chocola, maar ja... Ik haal het ook even weg, want ik zit er echt letterlijk helemaal onder. Dan zijn er drie cooling lipolies. En dat zijn deze. In de kleur 03 Decimi Apollolin. Nee. Apollolin. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. In een tubetje. Dan hebben we hier de C02 Lemon Spirit.
En de laatste die er dan is, dat is de C01 Wildberry Lilette. Dat is deze kleur. Het is een glossy lipolie met een metalen applicator. Die de lippen dus ook koelt en masseert terwijl je die lipolie aanbrengt. Je lippen zouden ervan gaan glanzen en zacht aanvoelen. Je kunt de lipolie in de koelkast gebruiken voor een extra verkoelend effect. Nou, dat zal ik even laten zien ook. Ik moest wel draaien. Kijk, dit is dus die applicator. En hier is dus inderdaad heel cool. Dan zal ik hem even swatchen. Die lemon ruikt echt super lekker, moet ik zeggen. Die heeft echt een hele aangename geur. Zo. Maak er wel lekker een zooitje van. Deze, de oranje en roze, zijn licht getint en die gele zie je niet. Maar nou, dit zijn dus de swatches. En dan hebben we ook nog twee kleuren nagellak. Het zou opvallende nagellak zijn met een gel glansfinish. En dat zijn deze twee. Leuke kleuren. De paarse draag ik momenteel. Dit is de C01 See You Soon. Dat is dus de blauwe kleur. En ik zal even de applicator laten zien. Kijk, heel basic. Verder dik prima. En dan hebben we de C02 Catching Sunset. En die draag ik dus nu. Hij is niet long-lasting. Hij chipt wel snel. Ik vind die glans wel heel mooi die hij heeft. Er zit nu geen topcoat overheen. Maar ik had binnen een paar dagen toch wel flinke chips. En ik vind, er zit een beetje een apart geurtje aan. Hij ruikt heel zoet. En het doet me een beetje denken aan slagroom. Dan vind ik slagroomgeur niet per direct heel vies. Maar dit was wel heel erg zoet. En dat vind ik iets minder. Maar ze blijven ook niet super lang zitten. Dus dat is wel jammer. Maar op zich ben ik het gewend hoor, van Catrice. Het laatste wat er was, dat is een multi-use crunchie. En dat is deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. In een blauwe kleur. Heeft de naam C01 Sweet But Sassy gekregen. En Catrice zegt dat het een zomerwaardige scrunchie is die een perfecte toevoeging geeft aan jouw seizoenslook. Hij heeft een afneembaar lint voor een multifunctioneel gebruik. Je kunt hem daardoor dus gebruiken als crunchy haarband of chic tasaccessoire. Ik bedenk me net dat ik van het palette de naam niet heb genoemd. Die heeft de naam C01 Seaside Glow. Goed, dat zijn de producten. Ik ga eventjes een haarbandje in doen en een spiegeltje pakken. En dan gaan we het eens eventjes proberen. Ik heb jullie ingezoomd en we gaan dan de bronzer aanbrengen. Ik ga voor die donkere kleur. Heb ik de goede nu? Nee, dat is deze. Die donkere kleur gaan we proberen. Dus ik ben benieuwd. Even kijken of er nou weer zo'n ding uitkomt wat ik net had. Want dat moet ik natuurlijk eventjes bekijken. Iets beter in beeld, jongens. Want even eraan draaien. Oh, nu komt het er gewoon uit. Ik breng het even aan. Ik stip het eventjes als het ware nu op mijn kwastje. Want om het gelijk vanaf dat kussentje aan te brengen zie ik niet direct zitten. Dus ik breng het even aan met een kwastje. Ik zet gewoon even een licht stipje. En dan ga ik dat zometeen blenden. Hadden jullie deze collectie ook gezien en dacht je, ik vind dat ook leuk? Of was het een collectie waarvan je dacht, die laat ik lekker aan me voorbij gaan? Dat kan natuurlijk ook. Dat doe ik ook een beetje onder mijn kin, zo. Het ziet er natuurlijk heel apart uit, zo. En nou ga ik blenden, want ik denk wel dat ik snel moet werken. Oeh, hij is wel heel donker. Daar hou ik op zich wel van een donkere bronzer, maar deze is wel echt next level, zeg maar. Maar je kunt hem altijd nog een beetje mengen met wat foundation, als je dat zou willen. Oké. Oh, spiegel ervoor. Dat is die handig, want jullie moeten het ook kunnen zien.
blendt op zich wel makkelijk uit. Daar kan ik niks over zeggen. Ah, hij is wel intens. Ja, op zich vind ik het niet heel verkeerd. Ik hou hier wel van. Maar ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld nog niet zo lang bezig bent met make-up, dat je denkt van nou, dit is wel heel donker. Ik vind deze kant beter gelukt dan deze kant. Maar goed, misschien dat het in de loop van de dag ook vervaagt. Nou, even onder mijn kin een beetje uitsmeren. Het blend gaat wel goed hoor. Daar kun je niks van zeggen. Het blend wel goed. Maar ja, de kleur is ook gewoon lekker intens. En dat wist ik natuurlijk. Maar ja, goed hè. Ik ga de andere kleuren uiteraard ook nog proberen. Ik denk dat het voor nu niet beter wordt dan dit. En op zich, deze kant vind ik eigenlijk wel mooi als ik in de spiegel kijk. Maar ik heb het idee dat de camera het nog heftiger oppakt als dat het nu lijkt. Maar hij is vrij donker. Maar op zich, ja, het blendt allemaal wel lekker. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Dan ga ik de bronzer aanbrengen. Bronzer, highlighter. Goed bezig. Ga ik voor dit kleurtje. Die laatste. Af en toe. Hè? We worden een dagje ouder. Vergissen is menselijk, zeggen ze. Maar ja, goed. Ik breng wat op het kwastje aan. Ja, het springt er niet echt uit hoor. Weet je. Kan jullie misschien iets inzoomen nog? Normaal denk ik van, ja, een highlighter die mag er echt uitspringen. En ik vind het toch een beetje matig. Je ziet het wel, maar het is niet dat ik denk van, wauw, jij draagt highlighter. En daar hou ik normaal gesproken wel van. Maar goed. Misschien moet ik zo ook gewoon eventjes goed in de spiegel kijken, zodat ik kan zeggen van ja, dit is mooi, dit is niet mooi. Dan denk je, je kijkt in de spiegel, maar mijn zicht is nu iets minder omdat ik geen bril op heb. En ik heb ook lenzen, maar dat wil momenteel echt voor geen meter. Ik heb heel erg last van hooikoorts en dat soort dingen, dus ja, dat is gewoon eventjes ietsjes minder. En ik breng ook altijd een klein beetje aan op mijn cupidoboogje. Het ruikt niet zo lekker, moet ik zeggen. Het heeft een beetje een gekke geurtje. Ik ga zo even beter kijken, maar als ik zo naar mezelf kijk, denk ik, nou, ik loop er niet direct heel erg warm voor. Maar goed, dat is even wat het is. Nou, dan ga ik de lipolie aanbrengen en ik ga voor die paarse variant. Dan ga ik jullie iets meer voor inzoomen, zodat we goed zicht hebben hoe het eruit ziet. Oké, komt-ie. Oeh. Dat metaal voelt wel lekker aan. Ja, ik vind het eigenlijk best een leuk kleurtje. Ik vind hem niet heel verkeerd. Het ziet er leuk uit. Hij ruikt ook echt heel lekker, maar alle drie die geuren ruiken wel lekker hoor. Ja, ik vind het op zich wel leuk eruit zien. Ik ga eventjes mijn haar doen en dan kom ik bij jullie terug. Dan laat ik ook even zien hoe die scrunchie eruit ziet als je die draagt. Intussen heb ik de scrunchie ingedaan. Ik heb hem echt als scrunchie gebruikt. Waardoor je deze twee los ziet hangen. Vind ik zelf een leuk effect geven. Maar je kunt hem dus inderdaad ook als haarband gebruiken. Ik vind het er leuk uitzien, moet ik zeggen. Hij past bij mij drie keer om mijn haar heen. En ik heb heel dik haar, dus dat is wel heel fijn. Dus dat vind ik er leuk uitzien zo. Goed, dan is alles klaar en ik zit eventjes naar mezelf te kijken en dan denk ik, ja. Ik vind nu trouwens de bronzer nog wel meevallen, dus laten we de producten even bespreken. De nagellak heb ik al besproken. Ja, de drie bronzers. Ja, uiteindelijk vind ik de kleur nog wel meevallen. Ik vind hem wel mooi. Hij leek even op de camera heel intens, maar als ik naar mezelf in de spiegel kijk, denk ik, ja. Het is toch wel leuk. Ja, de kleur is wat donkerder. Het is natuurlijk ook geschikt voor meerdere
huidstinten, hè. Ik heb er nu nog even een blush bij aangebracht en dat geeft dan gelijk weer een heel ander effect, waardoor ik het toch wel heel erg mooi vind. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Het blendt makkelijk in. Dat gaat gewoon heel fijn. Dus dat vind ik ideaal. Ja, dit paletten, dat face paletten, ik weet het niet zo goed. Ik zie een kleine glow op mijn gezicht, maar het is niet dat die er echt heel erg uitspringt. En ik had toch wat meer glow verwacht. Het is voor mij niet dat ik denk van, wauw, wat heb jij gedaan? Nee, absoluut niet. Dus dat is op zich wel jammer. Ik had er ietsjes meer van verwacht. Maar goed, misschien waren mijn verwachtingen te hoog, maar ik vind het nogal minimaal. De lipolie, ja, die is heel fijn. Ik vind het kleurtje wat ik nu op heb ook heel erg leuk. Ik weet nog niet of die gaat plakken en zo. Het is fijn inderdaad, die metalen applicator, waardoor je het inderdaad heel erg lekker aan kan brengen en in kan masseren. Ik heb het nog niet geprobeerd door ze in de koelkast te leggen, dus ik denk dat het dan nog lekkerder is. Maar ik vind het kleurtje voor nu gewoon heel erg leuk. Ja, en die scrunchie is gewoon hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat die multifunctioneel is en dat je er meerdere kanten mee op kan. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jullie van de producten vinden die ik heb uitgetest. En of jullie er eigenlijk überhaupt wat van hadden gekocht. Of dat het een collectie was die je had laten liggen. Misschien dat je naar aanleiding van deze video er nog van wat wilt kopen. Online is het nog steeds te kopen. En misschien in de uitverkoopbakken in de drogisterijen dat je nog wat vindt. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!